Op 5 september 1964 schoot Jan Bouwhuis vanaf de toren van de Sint Maartenskerk zijn eerste zelfstandige gemaakte persfoto van een toen nog niet met de Agnietenhof bebouwd Bleekveld. Nu, 50 jaar en zo'n miljoen foto's later, is op initiatief van de vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken en met de medewerking van het regionaal archief Rivierenland in het Flipje en Streekmuseum een overzichtsexpositie ingericht. Naast die aan bod komen zijn calamiteiten, archeologie, optochten, evenementen, mensen en verenigingen, politiek en sport. De expositie is te zien in het Flipje en Streekmuseum aan het plein in Tiel en is er nog tot 25 januari 2015. Ik zal nog even een kleine toelichting geven van wat er te zien is. Hierboven zijn de panelen van de Betuwe, Flipje en twee anderen. Daar staat een monitor waarin wat videobeelden bij elkaar 15 minuten, 17 minuten. Dus daar moet je even de tijd voor nemen om die carousel te laten voorbij komen. Dat is een making-of van de crossingsverhalen. En voor de rest wat nieuwsonderwerpen die ik vanaf 1999 tot nu aan omroepen heb geleverd. Aan de achterkant daar staat een heel groot scherm. Dat is het scherm van het regionaal archief. Daar zitten op dit moment ongeveer 70.000 foto's in. Die foto's die roleren, dus om die af te kijken, daar hoeven we niet op te wachten, want dat zijn er veel te veel. Het is een soort noodoplossing, omdat de definitieve versie, waarin ook de teksten beschikbaar zijn die aanduiden van wat er op die foto staat, dat is nog niet beschikbaar, maar binnen enkele maanden via het regionaal archief, via internet toegankelijk. Ik wens jullie heel veel plezier bij het bekijken van de expositie.